Pascal, dat was hem dan. De laatste wedstrijd van SC Cambuur in de Eredivisie. Maar ook de laatste wedstrijd voor jou als assistent. Met wat voor gevoel neem je afscheid? Ik ga wel met een goed gevoel weg. De mooie periodes overeersen toch, toch meer dan uiteindelijk de degradatie van dit jaar. Vier mooie jaren gehad, twee kampioenschappen, een historische negende plek. Dus dat overheerst wel. En zeker als je dan vandaag gelukkig met een overwinning mag afsluiten, dan is dat wel hetgeen wat bijblijft. Er waren een hoop jongens van de succesvolle tijd die mochten vandaag spelen. Vind je dat dan ook mooi om te zien dat die groep juist zo'n uitslag neer kan zetten? Ja, heel mooi. Ik heb ook tegen de jongens gezegd voor de wedstrijd, het laatste moment, dat het een groep is die successen gekend hebben met elkaar. En natuurlijk, de degradatie dit jaar die is natuurlijk hard aangekomen. Maar uiteindelijk moet ook voor de jongens en voor mij moeten de mooie jaren overheersen. En dat hebben de jongens fantastisch gedaan. Niks meer dan lof voor de jongens die vandaag gespeeld hebben. Die Cambuur weer op de kaart gezet hebben 4 jaar lang. Dus nee, ik ben er super trots op dat ik daar onderdeel van uit heb mogen maken. Ja. Wat je zegt, jij hebt er onderdeel van uitgemaakt. Echt een belangrijk onderdeel. Want je hebt bijgesprongen waar nodig. Je hebt het hoofdtrainerschap ook tijdelijk overgenomen van Henk. Ongekend toch eigenlijk? Nee, ik ben echt super trots. Super trots wat ik hier gedaan heb. Ook de kans gehad heb van de club en uiteindelijk van Henk ook. Hè. Henk heeft me ook goed gebruikt. Dus nee, ik ben echt super trots dat ik onderdeel uit mogen maken van het elftal. Jullie hebben nog even een ereronde mogen maken, ook waar je dus nog wel toe werd gezongen, ondanks dit seizoen. Dat zegt denk ik ook wel veel over zo'n club, hè? Ja, dat is zeker. Dat tekent de club. Ik denk dat zeker de supporters ook dit jaar ons gewoon volledig gesteund hebben. Een van de mooiste supporters van Nederland. Waarin ze ook echt wel afgelopen jaren natuurlijk verwend zijn. Dit jaar natuurlijk niet, maar ik denk dat we echt ervoor gezorgd hebben dat Cambuur weer op de kaart staat. En dat moet de club dat gaan gebruiken en gaan verder bouwen naar een nog mooiere seizoen hopelijk. Ik denk ook dat ik namens de hele club spreek als ik zeg dat we jou een ontzettend fijn mens vonden. En ook goed in de staf vonden functioneren. Ik wil je in ieder geval van harte bedanken. Wat ga jij het meeste missen hier? Ja, alles. Ik heb een mooi jaar gehad. En ja, daar ben ik dankbaar voor. Doet je wel echt pijn, zie ik. Ja, goed. Uiteindelijk moet je als club ook verder. En ze gaan een andere koers varen. En dat is zonder mij, dus dat is ook prima. Alleen ik ben heel trots dat ik hier heb mogen werken. Later.